Hallo allemaal, ik ben Rebecca en welkom op mijn kanaal. We gaan vandaag weer een mandala tekenen. Maar voor we daarmee gaan beginnen heb ik nog één mededeling voor de prijswinnaars van mijn winactie. Ik heb namelijk nog steeds geen reactie van Germaine gekregen. En ik heb ook nog steeds geen reactie gekregen van Tess Vlogs. Dus dames, ik geef jullie de kans om tot einde van deze week een reactie te geven, dus tot vrijdag. Mocht ik geen reactie krijgen, dan ga ik jullie prijzen weer verloten om de mensen die meededen. Dus mocht jij mee hebben gedaan voor de tas, dan maak jij nog steeds kans voor de tas. En mocht jij mee hebben gedaan voor de bullet journal, ook dan maak jij nog steeds kans. Dus dames, tot vrijdag. Hebben jullie de tijd? Hoor ik niks? Dan ga ik jullie prijzen weer verloten onder de mensen die meededen voor de bullet journal of voor de tas. En voor nu, ik leg het aan de kant, gaan wij weer een mandala tekenen. Ik heb mijn schrift klaar liggen. Ik heb mijn tekenspulletjes klaar liggen. Dus ik zal zeggen, pak een potlood, een passer en een lineaal. Ik ga mijn camera draaien en dan gaan we aan de slag. Oké, ik heb mijn boek klaar liggen. Ik heb een vierkant getekend van 17 bij 17 met een heel licht grijs potlood. Dus jullie zien hem nog niet. Dan heb ik het midden gemeten. Het zit bij 9 en ik heb hier 3 stippen van beneden naar boven gezet. Zodat ik weet wat het midden is. Dan ga ik mijn passer pakken en die ga ik op 7,5 zetten, denk ik. Even spieken als ik hem op mijn papier zet. Zo. Dan heb ik mijn cirkel gezet. Ik zal kijken of ik mijn boek. Ja, zie ik mijn boek draai. Zien jullie mijn cirkel? Dan gaan we de vlakverdeling maken. En dat doen we door dunne lijnen te zetten. Ik begin in het midden met mijn lijn. Ik had hier de 9 gemeten. Dat is makkelijk. Dus dit is het midden. We beginnen. En in deze mandala maken we een 8 verdeling en die gaan we daarna opvullen met allemaal lijnen. Dat zullen jullie later zien hoe we dat gaan doen. Ik noem deze mandala dan ook de lijnen mandala. Als ik mijn vlakverdeling heb gemaakt, dan maak ik een vierkant over de buitenste, over de binnenste kant van de cirkel. Hier heb ik mijn vlakverdeling gemaakt. Ik heb mijn lineaal heb ik net iets boven de cirkel gelegd. Daar heb ik een vierkant getekend. En dan gaan we dit vierkant gaan wij overtekenen. Maar we gaan met de ronde cirkel gaan we mee. Dan gaan we hier met de cirkel mee en hier. Dat betekent dat je hier een soort punten krijgt. En dat kan ik wel even gelijk met zwarte fine liner doen. Voor mijn mandala's tekenen als laatste vraag welke materialen gebruik ik. Ik gebruik eigenlijk altijd de Micron pennen omdat ik die prettig vind tekenen. Maar je kunt natuurlijk elke willekeurige pen of fine liner gebruiken. Net wat jij prettig vindt om te tekenen. En met de fineliner ga ik de cirkel en het vierkant overtrekken. We overtrekken alleen de buitenkant van het vierkant. En zoals jullie zien ontstaat daar een vorm. Als ik dat heb gedaan, ga ik aan de binnenkant nog een keer diezelfde vorm tekenen. En daarna gaan we de binnenkant van het figuur gaan we allemaal cirkeltjes tekenen.
En als we de cirkels hebben getekend, dan pak ik mijn potlood en zet ik aan de binnenkant nog een cirkel. Dan gaan wij de vlakverdeling duidelijker maken. Ik ga van de punten van het vierkant ga ik de lijnen naar het midden trekken. Hierdoor heb je een smalle en een brede vlakverdeling. Ik gum mijn hulplijnen uit. En daarna gaan wij de mandala tekenen. We beginnen met het lijnenpatroon in het smalle gedeelte. En in deze mandala zal ik in het midden verschillende lijnpatronen tekenen. Maar jij bent natuurlijk vrij om je eigen lijnen te tekenen of om in te vullen. En het leuke van mandala's tekenen is, het is een hele ontspannende activiteit en je kunt er verschillend mee variëren. Je kunt hem zwart-wit laten, maar je kunt ze inkleuren. Je kunt verschillende tangle-patronen erin tekenen. Je bent geheel vrij om het te tekenen. En de vier hoeken heb ik aan mijn basis hetzelfde gelaten, alleen de grote vlakken heb ik steeds anders ingetekend om jullie een idee te geven hoe je hem kunt opmaken. Ik hoop in ieder geval dat jullie wat inspiratie hebben opgedaan met deze mandala. En kijk, dit is een mijne geworden. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video en we zien elkaar weer heel snel bij een nieuwe creatieve video.